Terwijl de regering oproept tot normalisatie, zien wij dat er toch wel wat bewegingen zijn, groeperingen zijn, die oproepen tot nieuwe protesten. En we weten wat het allemaal is geweest op 17 februari. Vandaar dan ook de vraag aan parlementariër Patricia Etnel hoe wij over moeten gaan tot normalisatie wanneer er nieuwe protesten worden aangekondigd. Etnel reageerde er als volgt hierop. Als ik luister naar de regering en in deze de president, dan geeft de president aan van wat er allemaal is gebeurd op 17 februari en hoe ze ernaar kijken en dat ze de veiligheid van de samenleving op de eerste plaats stellen. Ik vind dat perfect. Ik keur ook de plunderingen en de vernielingen die op die dag zijn gepleegd helemaal af, want het is niet goed wat er is gebeurd. Maar los daarvan is er een grote menigte op straat gekomen. Er is een message vanuit die samenleving. Dus wanneer de regering het heeft over normalisatie, dan is de vraag welke normalisatie? Want de prijzen in de winkel zijn nog steeds aan het stijgen. We zien dat de benzineprijzen hetzelfde zijn en misschien zelfs hoger gaan. Toch? We zien dat het leven van die doorsnee burger nog even moeilijk is gebleven. Dus wanneer de president het heeft over normalisatie, dan is de vraag over welke normalisatie heeft de president het. Want de samenleving is bepaalde dingen al zat. Ze geven aan van nee, uno mamoro. En het is niet iets van nu. Het is iets van al een paar jaren, toch? En ik blijf het zeggen. Toen wij in die oppositie waren, wisten we ook wat er met die samenleving gebeurde. We hebben het ook meegemaakt, we hebben het ook gezien. Toch? Dus wanneer je vandaag zit, dan moet je trachten het steeds beter te doen voor die samenleving. En ik merk dat de regering dat niet wil. Ja, ik heb tijdens de begrotingsbehandeling ben ik met concrete oplossingen gekomen van hoe we meer geld kunnen verdienen. Ik luister naar wat de regering gaat zeggen. Want Suriname hoeft niet naar IMF te gaan. Wanneer we kijken naar de verdiencapaciteit van ons land, hebben we een grote verdiencapaciteit. Wanneer we kijken dat we 90.000 Surinamers hebben in de leeftijdsklasse van 18 tot en met 25 jaar. Dat wil zeggen we hebben een werkklasse die het werk kan doen. Wanneer we zitten met 50.000 ambtenaren, dan kunnen we ervoor zorgen dat die parastatale bedrijven, met name van LVV, natuurlijke hulpbronnen, TCT, GBB, het werk kunnen doen. Toch? Er kan geld verdiend worden. Maar omdat er te veel vrienden en familieleden binnen de RVC zitten van de parastatale bedrijven, het geld gaat totaal ergens anders, maar niet bij het volk hebben we deze problemen. Dus wanneer de president en de regering het heeft over normalisatie, over welke normalisatie heeft de president het, samen met de regering? Het is triest waardoor deze samenleving gaat. Maar het is ook triest dat deze regering niet wil gaan ontwikkelen wat ze moeten ontwikkelen om meer geld binnen te brengen. Want het kan. Het land kan meer verdienen. Vergroot je verdiencapaciteit. Maar dat doen we niet. We doen dat niet. We blijven in die vicieuze cirkel draaien. We gaan het geld uit die portemonnee van die burger halen. Steeds meer geld uit zijn zak halen. Met welk voordeel? Terwijl er veel te halen is bij de visserij. Veel te halen is bij de houtsector. Een EBS waarvan we niet weten waar de inkomsten zijn. Ja? Toch? Wanneer we kijken naar houtsector, goudsector. We doen niets. Er is genoeg geld daar te halen. Maar we doen niets. Waarom? Vrienden willen we zitten te accommoderen. Very enge belangen. Belangen die boven gaan dan het volksbelang. Nee, het is time to change. We hebben een ander Suriname nodig. En we hebben leiders nodig die dat gaan beseffen. Het is vreselijk wat men doet met dit land. Maar het is erg dat we beseffen dat we het doen en het beter kunnen doen. Maar we doen het niet. Maar moet die change dan via geweld komen? Absoluut niet. En daarom verwacht ik ook dat de president ook meer komt praten met die samenleving. De samenleving ook laat zien dat hij willing is to make a change. Toch? En er niet vanuit gaan van het is business as usual. Want het is not business as usual. We hebben nu een begrotingsbehandeling. Wat gaat de regering concreet doen om die begrotingsbehandeling en om de begroting anders te doen? We zitten nog steeds met een post voor kabinet-president en kabinet-vice-president voor lonen en salarissen van bijkans een miljard. Nog steeds dat ze transportgoederen en diensten hebben van bijkans 300 miljoen SRD.
toch? Ze zitten beide met een armoedebestrijdingsprogramma van bijna 100 miljoen SRD. Waarvoor? We hebben daar hoeven de minister niet horen praten. Pardon, met een 3 miljoen SRD beleid voor jeugd. Met 250.000 SRD voor gender, waarbij we vrouwen moeten helpen en vrouwen elke dag zitten met problemen. Elke dag met de vraag hoe moeten ze hun kinderen eten geven, maar nergens kunnen ze gaan. 250.000. Waarover hebben wij het? Dus wat had u gehoopt dus na 17? Ik had gehoopt dat de regering had ingezien van hé, we moeten het anders doen. We hebben een ander beleid nodig, we hebben een ander systeem nodig. We hebben een ander Suriname nodig. We hebben een andere manier van leiderschap nodig. Dat is wat we nodig hebben. Gaan beseffen van amonide, laten we plannen gaan ontwikkelen. De regering praat eeuwig over plannen. Maar per de plan de. Het is belachelijk wat er met dit land gebeurt. Te weten dat leiders weten wat ze moeten doen. Maar omdat ze hun enge belangen worden gestreeld. Ja, mensen, macht en geld. Ja, dat doet men niks. Ik heb de afgelopen dagen, mevrouw Etnel, met verschillende collega-parlementariërs van u gesproken. En één ding waarover ze allemaal eens zijn, is wat u daarnet zegt. De regering heeft er heel veel plannen. Praat er ook heel veel over de sociaal zwakkeren. Maar op de een of andere manier komt de dingen die daar moeten komen niet terecht. Bent u eens daarmee? Absoluut. Maar als je zegt, je wil 1800 SRD geven aan 60.000 huishoudens. Zegt deze regering zelf dat er 60.000 huishoudens zijn die in armoede leven. Dat zegt deze regering ronduit aan die samenleving. Maar zal je 60.000 huishoudens in 2 jaar zelfredzaam maken? Het bestaat niet. Maar je koppelt een zelfredzaamheidsprogramma eraan. Hoe? Vertel me in hemelsnaam, hoe ga je dat doen? Je kan het niet doen. Omdat zelfredzaamheid een bestuursconceptie van je moet zijn. Het moet liggen op bepaalde fields en geïntegreerd zijn in je beleid. Toch? We willen, de minister van Financiën zegt, ze gaan 100 miljoen SRD zetten in het productiviteitsfonds. Vertel me. Hoe belachelijk kunnen we zijn? 100 miljoen SRD voor kleine ondernemers om wat te doen? Gaan ze een gasfornuis kopen en daarmee iets doen? Huh? Of gaan ze, wat gaan ze met die 100? Hoeveel ga je die ondernemers geven om wat ermee te doen? We moeten niet belachelijk zijn toch? Terwijl we kunnen gaan korten in de lonen en salarissen, in de transport en goederen en diensten van beide kabinetten. Waarom geef je ze armoedebestrijding? Waarvoor? 50 miljoen om 75 miljoen om wat te doen. Om wat te doen. Dan hebben we een sociaal met 2 miljard. Vertel me. Wat doen die mannen met dat geld? En bent u benieuwd om te weten hoe de president versneld het sociaal programma zal uitvoeren zoals hij dat nu heeft beloofd? Kijk, ik heb dat ook gehoord in 2020. En ik heb toen ook voorstellen gedaan. Ik heb echt voorstellen gedaan. Geen van die voorstellen zijn meegenomen hoor. Ik heb concrete voorstellen gedaan. Ik ben nu wel bezig met SOSAFO, met het uitwerken van een programma voor 30 gezinnen. Maar alles was ook toen in een versneld tempo. Het sociaal programma zou toen ook in versneld tempo worden uitgewerkt. Maar weet je wat het probleem is? Kijk, SOSAFO heeft een sociaal programma. Kabinet-president heeft een sociaal programma. Kabinet-vice-president heeft een sociaal programma. Dus niet gecoördineerd? Tuurlijk niet. Iedereen doet zijn ding? Absoluut. Waar is er coördinatie? Waar is er afstemming? Er is geen afstemming. Iedereen probeert iets te doen, want die mensen moeten op mij stemmen. Je hebt ze niet geholpen. Je hebt ze niet geholpen. Toch, de vicepresident geeft aan dat geld wat hij krijgt voor armoedebestrijding, daar helpt hij mensen die op het kabinet van de VP komen. Dus hij geeft ze geld. Oké, goed. Maar heb je ze geholpen? Ze komen morgen weer terug. Ze gaan terug blijven komen. Dus over welk versneld programma heeft de regering het? Dus geen structuur en niet structureel. Absoluut. En dat is iets wat we steeds hebben gewezen hier in het parlement. Ik ook. Je wil die mensen helpen. Wat is jouw structuur? Hoe wil je het alvast met 60.000 mensen huishouden? Je gaat ze niet zelfredzaam maken. Je gaat ze alleen het geld geven. Wat straks ook niet genoeg is. Want als we zien hoe de ontwikkelingen gaan en er is geen basis voor versterking van de koers, hebben we een ander probleem. Een groter probleem zelfs. Waar. En zoals ik het aan het begin vroeg, dus de mensen die weer willen protesteren, wat zal er moeten gebeuren daar? Kijk,
Je kan niemand het recht ontnemen om te protesteren. Het is een recht van een ieder. Het enige wat ik de mensen wil meegeven. Or als je vindt dat je wil protesteren, zorg ervoor dat je een goede organisatie hebt. Weet je, als je de mensen op straat roept, zorg dat je een goede organisatie hebt. Maar ik heb ook een beroep op de regering. Internationaal. Mensen die protesteren, moeten door de staat geleid worden. Je moet ze leiden. En dat is wat ik de regering ook vraag bij deze. Want dat hebben wij toen ook gevraagd toen we in de oppositie waren. De regering moet de protesterende leiden. Leiden mensen. Ga er niet vanuit van ja, Iwan Broko is maar free. Want dat Anna model. Je moet ze leiden. En kijk, je kan nu zeggen ja, je wil niets van protesterende horen. Je wil dit niet doen. Maar het zijn diezelfde mensen waar je straks voor een deur zal gaan. Voor een poort. Dat ze het voor je open doen en ze je vragen dat ze op je moeten stemmen. En wanneer ze je wegjagen, dan ga je horen, ja, het volk weet niet wat ze willen. Maar jullie zijn vergeten wat jullie hebben gedaan. En dat is wat ik ze wil meegeven. Vanaf volgend jaar, 2024, begint de campagne. Iedereen gaat huis aan huis gaan. Politieke partijen allemaal. Wat gaan ze die mensen gaan zeggen? Wat? Hoe je ze hebt behandeld, hoe je ze hebt afgestraft, wat ga je ze zeggen? Moeten ze daarna weer op je stemmen? De tijd van Stalin, de tijd van Hitler is voorbij. De mens heeft kennis en kunde, capaciteit tot denken. Ze weten hoe ze één en één bij elkaar moeten zetten. Ze weten wat ze willen. Dus in een man kon dan ga je ze vragen en dan denk je dat ze slavisch achter je gaan lopen. Nee. De tijd is voorbij. Is voorbij. De mensen gaan nu op basis van wat ze zien, wat ze meemaken, zeggen van hé, ik ga op jou stemmen.